Waar ga jij dan al stappen altijd? Waar ga ik dan stappen? Nou, oh. In Amsterdam, neem ik aan. Dat wil je niet horen, mensen. Een beetje sleazy soms hoor. Dus. Leren pakjes of heel kort, heel bloot. Geen billen erin, ik noem maar wat. Weet ik veel. Nou, oké, om eerlijk te zijn ben ik wel eens aan een feest geweest waar ik alleen mijn ondergoed aan had of zo. Dus alleen je strong. Of je string, stom, of hoe noem je string, dat? Strong. Nee, nou, ik heb wel eens gewoon een broekje. Gewoon, nou, gewoon een ondergoedje en dan zijn mijn billen bloot. Een jogstrap. Ik weet dat hij daar niks vindt om daar echt heel diep over in gesprek te gaan. Ik ga meestal ja, toch naar hardcore feesten. Daar loop ik altijd zonder t-shirt. Maar ik had ook zo'n kort broekje aan, zo'n sportbroekje met van die sokken dragen ze daar allemaal, hè? Van die voetbalsokken. Dat hele gay leven, dat is zo ver van mijn vaders bedshows. En dan zonder t-shirt. Hou stil, man. Ik ga even poepen, hoor. De verhalen worden te pikant over manier van kleden tijdens het uitgaan en dergelijke. En wat ze allemaal uit gaan voeren, dan hoeft dat voor mij niet. Dat is niet de gesprekstof die ik met hun deel. Hij houdt er niet zo van. Vindt hij echt vreselijk. Oh. Nee, joh. Ja, ik wil dat wel horen, maar ik wil er niet tussen zitten. Snap je dat? Nou, je kan toch gewoon luisteren? Daar voel ik me nou nog steeds niet prettig bij, om het constant erover te hebben. Ik wil het wel eventjes erover hebben, maar ik wil eigenlijk niet echt de details precies weten.